Zelfs 60 jaar na de watersnoodramp blijven de verhalen indrukwekkend. De strijd om te overleven, de enorme kracht van het water en het dramatische verlies van geliefden. De verhalen van de getuigen van 1953. Ik ging zaterdags altijd naar mijn zus in Oude Tongen. Die had twee kindjes en een beetje oppassen, aardappels schellen en boodschappen doen. En zoal. En ja, meestal bleef ik daar tot 's avonds. Want dan kwam mijn vader met mijn zusje ook een bakje drinken. Dan gingen we om een uur of 10 weer terug, maar wij wonen buiten het dorp, op de dijk. Maar toen half in, om een uur of half zes, toen zei ze, ga maar gauw naar huis, want het gaat zo hard waaien. Maar ze zei, dan zie ik jullie morgen toch wel weer als je uit de kerk komt. Maar ja, ik ging er eerst tegenin, want ik wou liever bij haar blijven. Nee, zei ze, ga nou maar gauw, want de wind die wordt steeds krachtiger. En, nou ja, dan pak ik mijn fiets maar en dan ga ik maar. Ze neemt Jaapje op haar arm, haar schort wapperend in de wind. Ze zwaait mij nog na, ik kijk nog één keer om, laatste groet en dan fiets ik weg. En dan 1 februari 1953. Alles onder water. Na 3 dagen wordt onze angst waarheid. Onze lieve Leigie, 24 jaar. Jaapje, ruim 2 jaar. Dini, haast 1 jaar. Ze zijn er niet meer. Weggerukt uit dit leven. Mijn wens is dat ze bij onze lieve vader in de hemel mogen zijn. Maar voor mij staat ze nog steeds met Jaapie op haar arm, haar schort wapperend in de wind. Maar de waarheid is zo anders, zo heel anders. Tot op de dag van vandaag doet dat nog steeds pijn. Het stormde verschrikkelijk hard. We waren ook in slaap toen we wakker werden van de sirene. En die bleef maar loeien en die bleef maar loeien. Ja, toen is mijn vader is gelijk naar buiten gegaan. Die heeft gekeken wat er aan de hand was. En die kwam dus naar binnen van, het water komt eraan. We moeten naar boven. Dus mijn vader heeft mijn jongste zusje opgepakt, gelijk boven gelegd. En toen is hij begonnen met de wasketel op de tafel te zetten. 3 pits oliestel naar boven. Met het vlees wat mijn moeder gebraden had voor de zondag in de pan erbij. En de broodtrommel. Hadden we in ieder geval een boterhammetje. Ja, en toen gingen we afwachten. Tot mijn vader ineens dacht van... Nee, mijn pak. Ik heb een nieuw pak. Ik heb een pak dat moet ik hebben. Want dat mag niet nat worden. Dus die ging naar beneden. En toen het water was, toen kwam toen al in huis. En voordat hij zijn pak
te pakken had, kwam het water al zo hoog de gang in dat hij de trapdeur niet meer open kon krijgen. Er stond zoveel druk op. Want dat ging met zo'n kracht. Kun je niet bedenken hoeveel kracht dat water heeft. Nou, en toen is hij aan het gillen gegaan en aan het trekken gegaan om die deur toch open te krijgen. En wij gillen en mijn moeder gillen. En nou, het was natuurlijk paniek alom. Ja, en op den duur kreeg hij zoveel kracht. Hij zei later, ja, dat was gewoon mijn doodsangst. Dat ik zo bang was. Dat ik zoveel kracht kreeg. Kon hij de deur open krijgen. En is hij met zijn pak naar boven gekomen. Direct weggegaan 's morgens. Mijn vader zei van kom, we gaan nu weg, want hier gaat het verkeerd. Daar heeft hij ook gelijk in gehad, want het huis is later helemaal met de grond gelijk gespoeld. Een ander huis terechtgekomen en daar hebben we een tijdje gezeten, daar op de zolder bij die mensen. En toen ging dat huis schudden, dat ging helemaal trillen. En ik kreeg toen een ingeving, ik moet hier weg. Ja, en ik ben dus eigenlijk de trap afgegaan. En mijn moeder die riep van, ja, dat kan niet Hans, kom terug. En ik heb daar gewoon niet naar geluisterd. Ik ben doorgegaan. Ik wou door de voordeur naar buiten, die zat klem, dat kon ik niet. Dat was absoluut afgesloten door de werking van het huis. Toen ben ik de kamer ingegaan en daar heb ik een raam opgeschoven. En daar kon ik doorheen. En toen ik er doorheen stapte ik al in een hele brede sloot eigenlijk die gespoeld was rond het huis. En ja, ik had alle moeite om op de dijk te komen, want dat was helemaal weggebrokkeld. Ik ben toen op die dijk terechtgekomen. En ja, ik heb daar gestaan en gekeken van wat er eigenlijk gebeurde. En dat was verschrikkelijk. Dat huis daar stond als een silhouet zo tegen de lucht. Het was natuurlijk donker nog, want het was, ik praat nu over een uur of 6:30. En op een bepaald moment zakt heel dat huis in elkaar, als een kaartenhuis. Zo klapt helemaal in elkaar. Alles weg, alles kapot, een enorm lawaai. Wat was het, sneeuwstorm in hagel en zo, dat vloog om je heen. En je staat daar dan alleen. Dat is, er zijn geen woorden genoeg voor. Dus ik heb daar een tijd gestaan. Het water kwam over die dijk tot ongeveer mijn knieën. En waar ik stond, dat werd steeds kleiner. Dat stukje werd steeds kleiner. En toen kwamen er bomen aangedreven van de kant van Barthenoord vandaan. En die gingen juist tussen dat stukje dijk waar ik op stond en nog een stukje van de fundering van dat huis stopten die bomen. En hoe het gebeurd is, een wonder gebeurt. Van onder het dak, wat eigenlijk helemaal in elkaar gestort was, kwamen mijn vader, mijn twee zussen. En die meneer Koert met zijn vrouw en zijn dochter, ja, die kwamen tevoorschijn van onder de pannen en van onder de puin en zo. Met heel veel moeite zijn ze over die boom heen gekomen naar dat stukje dijk, wat eigenlijk steeds kleiner werd. Maar toen stonden we daar en op een gegeven moment zei mijn vader, hij zegt, joh,
Daar staat iemand daar in het raam. Er stond ook nog een huis daar beneden. Er staat iemand in het raam. En toen keken we nog beter en hij zegt, als ik het goed zie, dan is dat je moeder. En ja, daar hebben we, het werd lichter, want ja, toen was het uiteindelijk alweer een uur of 10 of zo geworden. En uiteindelijk bleek dat dat mijn moeder was. Die stond toen in dat raam. Die is op een onverklaarbare manier met het instorten van dat eerste huis, is die dus weggespoeld. En ze is daar dan in dat raam terechtgekomen, in de erker terechtgekomen van dat huis. En zij stond daar. En wij hebben toen vreselijk geroepen. En zij zwaaien en ze deed zo van, en ze hoorden, we hoorden ze zeggen, roepen van blijf daar, doe niks. En zij ging dan in de kamer, dan kwam ze kijken naar ons en dan ging ze terug. Ging ze terug die kamer in, zagen we ze een poosje niet. En dan kwam ze weer voor de dag. En dan deden we weer even ja, grote schreeuwen geven en een beetje zwaaien en zo. Dat is, heeft ze een keer of 3 of zo gedaan. En toen was het gebeurd, toen was het, toen zagen we ze niet meer, toen was het vergoed. Gebeurd. Ja. Dat blijft een traumatische film.